knapste appie pony van het land. Ja. Oké, jongens, what the fuck. Ik had dus net bijna een auto-ongeluk. Ik denk dat hij geen zin had om weg te gaan. Dus toen draaide hij zich om en toen begon hij te draven. En toen was hij los alleen. Ja, dit is wat ik aan heb. Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag en ik heb vandaag echt een mega drukke planning op de... Planning? Hoe zeg je dat? Mega drukke... Ja, jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik ben vandaag gewoon nog steeds een beetje meh. Werd een beetje wakker met een beetje buikpijn. Niet super mega erg, niet zo erg als die buikpijn die ik toen had toen we hier zo nog aan het verhuizen waren. Even ibuprofenetje genomen, hoop dat het werkt. En mezelf even een beetje opgedoft, gewoon even lekker warm gedoucht. Ik heb weer mijn favoriete nieuwe trui aan. Ik weet eigenlijk niet zo goed of ik deze al... Ja, ik heb deze wel op YouTube al laten zien, toch? Ze zijn bijna uitverkocht. Dus wil je er nog eentje hebben voor kerst? Of nou, gewoon nog na kerst, want ze zijn echt super chill. Dan zou ik zeker even opschieten. Ik was deze trui een soort van kwijt. Dus daarom hebben jullie hem al heel lang niet meer gezien. Ik dacht dat mijn moeder hem had meegenomen. Want mijn moeder heeft een tijdje mijn was gedraaid omdat ik, tijdens de verhuizing. Dus ik dacht dat mijn moeder hem een soort van kwijt was geraakt. En dat hij ergens bij hun thuis lag. Maar toen blijkbaar zat hij hier gewoon bij mij in de wasmand. En... ja, daarna had ik natuurlijk het gezeik met de wasmachine en de droger. Dus kon ik hem heel lang niet wassen. Maar nu is hij eindelijk weer uit de droger. En wat uit de droger is gekomen, dat is trouwens gelukt. Dus dat is heel erg fijn. Ik heb mijn haar een beetje gelijk en make-up gedaan. Want ik ga vandaag buiten rijden. En ik doe daar niet mijn haar en make-up voor. Dat lijkt wel gek als ik daarvoor dat doe. Maar Alike die komt ook. Want Alike die helpt natuurlijk heel vaak met filmen. En ze is met een heel bijzonder project bezig. Ik weet niet of ik daar jullie al over ga vertellen. Maar ze wil wat beelden schieten daarvoor tijdens de buitenrit. Voor de rest... heb ik geprobeerd die mensen te bellen voor afspraken te maken voor de warmteleiding of voor de waterleiding. Om te kijken of we daar iets aan kunnen doen voor de wasmachine. Maar na 20 minuten in de wacht staan heb ik er nog steeds geen antwoord voor. Ik heb een mailtje terug van de installateur, de monteur van de wasmachine zelf. Die zou pas volgende week vrijdag kunnen. Nou, dat kan ik dus wekenlang niet wassen. Dat zou ik heel kut vinden als, als dan die andere mensen niet eerder kunnen komen. Hoe langs de garage... En vanavond ga ik lekker uit in Arnhem, daar heb ik zin in. Dus ik wilde eigenlijk 20 minuten geleden al weggaan, maar dat is natuurlijk weer niet gelukt. Maar goed, ik ben nog steeds wel redelijk op tijd, dus ik ga nu weg. Wow, het lijkt net alsof mijn camera overbelicht is, terwijl die dat helemaal niet staat. Maar het komt gewoon omdat de zon zo fel is, want het is weer zo prachtige mooie blauwe lucht. Het zonnetje schijnt weer lekker, ik loop nu in de schaduw, ik vind het fijn. Het is echt ijs en ijskoud hier, het is weer 0 graden. En kijk, op zich als je zeg maar gaat rijden met gewoon je jas aan. En ik hou stiekem ook mijn uks aan tijdens het buitenrijden, want het is warmer dan mijn rijlaarzen, want dan vries ik meteen eraf. En ik heb lekker warme handschoentjes. Dus op zich buitenrijden gaat eigenlijk prima wel. Alleen het is meer de grond die bevroren is. Dus ik hoop, en in het bos, dat merkten we gisteren in de duinen, zeg maar de plekken waar de zon niet kwam, dus waar de schaduw was. Dat was nog bevroren en op de plek waar de zon wel gewoon kwam, dat was dan niet bevroren. Maar we zitten in het bos straks. Dus in principe heb je overal schaduw natuurlijk. Wow, maar dit is echt licht joh. Het komt gewoon door de zon die zo fel is. Want mijn beeld is helemaal niet overbelicht. Zo, mijn beeld staat gewoon zoals hij altijd staat. Oké, ik ga eventjes Popje halen uit de wei. Nou, Popje die staat in de trailer. Die ben weer braaf gewoon op, hè liefje. Ja. Nou, tot straks. We zijn aangekomen op echt een ontzettend mooie plek. Ik had echt niet verwacht. Ja, ik wist al dat Wekeromse Zand super mooi was. Maar ik ben op deze parkeerplaats nog nooit geweest. Poppy staat nog in de trailer. En Alike die komt toevallig net aanrijden. Dus nog even wachten op Lisette. Hallo! Hoi! Op Lisette, totdat ze hier met Spot is. En dan gaan we straks opzadelen. Het is hier wel lekker windstil, dat scheelt. Want gisteren bij op het strand, bij de duinen, waaide het super erg. En dat maakt het zo koud. En hier is gewoon lekker windstil. Even kijken hoe het met Popje gaat. Het is zo mooi hier. Hi liefje. Oh, zie je me iets? Hallo. Gaan we lekker buiten rijden vandaag? Ik doe het wel een beetje rustig aan, hè. Want ik denk dat je wel een beetje spierpijn van gisteren hebt. Ja, maar dat heeft Spot ook wel gisteren. Dus dat komt goed. Ik probeer jullie waarschijnlijk alsnog hard rennen. Ja. Jullie willen alsnog wel hard rennen, hè? Ja. Hoe schattig die is. Hi. Hoi. Oh, kijk eens wie er is. Knapste appie pony van het land. Ja. Hij is net uit de stal geplukt. Ja, nou hij ook hoor. Hij is ook uit de wei geplukt. Hij is een beetje vies nog. Hij was ook boos, want ik was vet laat op stal. Dus
Ze waren nog niet naar buiten geweest. Oh, ja. Hij was echt heel boos. Nou, ja, ik had gisteren, toen ik naar het strand ging, had ik Mark gewoon in de stal gelaten. Maar ik dacht van, nou, hij heeft gisteren gewoon niet eens op de wei gestaan daardoor. Ik dacht, nou, ga nu maar eventjes nog even op de wei, hoor. Dan had ik al naar buiten voordat ik naar de uni ga. Alleen ik ging vandaag niet naar de uni, ik was vrij. Dus toen had hij een soort van pech. En de andere twee waren ook boos. Hey, Poppy, dus, kom. Ze vonden me niet zo leuk vanochtend. Kom eens hier. Ja. Hé, hey, knapperd. Je zit ook lekker in je vacht. Ja, alleen je hoofd. Ja, echt hè? Zelfde dekens. Fijn zijn ze, hè? Ja, ik heb deze echt al 3 jaar en dit is nog steeds. Oh, chill. Ik, dit is mijn 2e of 3e jaar erom. Hé, liefje. Nee, ik heb hem zelfs al langer. Ik kan nog wel mijn vocht doen. Die is nou wel 2 jaar. Ik wilde zeggen van wat heeft die dikke vacht, maar je hebt alleen het hoofd. Ja, ik heb zijn hoofd niet gedaan. En zijn benen ook niet. Oh. Ja, kijk, hij staat. Ik heb het zo. Kan echt niet. Beetje sportpony. Ja, zo. We staan de hele dag buiten. Ja, oké. Ik dacht een soort van, ja. Zat hij daar in de wind en zo met zijn hoofd. En hij vindt het ook niet leuk als ik zo op het scherm. Nee. Nee, ik heb ook altijd ruzie, hoor. Ik heb echt zijn lichaam in een uurtje gedaan en met zijn hoofd ben ik dan 2 uur bezig of zo. Ik heb zoveel moeite om mijn benen nog te doen. En mijn zusterpaard hebben het wel gedaan, want die is helemaal bruin. En als je dan, oh, ja. Ja, dat is als je dan de benen laat zitten, dat ziet er echt niet leuk. Nee. Dat kan gewoon echt niet. Nee, bij die stippies, dat valt niet zo op. Ja, dan. Bij hem valt niet zo op. Dat kan nee. Wel. Ja, je bent lief vandaag. Nou, kinders, gaan we opzadelen? Ja, terug. Het is wel echt top weer. Het waait ook helemaal niet natuurlijk hier. Ik dacht echt, oh mijn god, het wordt verschrikkelijk koud. Ja, nou, ik hoop alleen dat die paden niet bevroren zijn. Ja, nou ja, dat is het enige. Ja, en anders wordt het een staprietje. Ja. Ga je mee, poepje? Gaan we weer opzadelen. Hallo, waar gaan we heen? Maar die wil eten. Het is bevroren, ik denk niet dat het echt lekker is. Ja. Toch wel. Oké. Okay. Wij zijn opgezadeld. Spotty is ook weer. Kijk hoe schattig die is. Oorspronkelijk. Oh. Zijn wij toen in contact gekomen. Zij heeft een Instagram account. Eventing Spotted heet het. Want ze springt een soort eventing en zo. Met hem. Het is echt geweldig. En dat doet het echt super goed. Toen was jij volgens mij op de Ginkelsheide aan het rijden. Yeah. En toen stuurde ik jou een berichtje van. Oh, woon je in de buurt of zo. En dan misschien van. Nou, leuk om een keer samen daar te gaan rijden. En toen vlak voordat Olympus er was. Toen hebben wij samen een buitenrit gemaakt. Alleen toen had ik dat ook allemaal gefilmd. Alleen toen was ik dus mijn GoPro beelden had ik per ongeluk verwijderd. Dus ik had eigenlijk niet echt veel meer iets aan de video. Toen hebben we gezegd, oké, we moeten echt weer even opnieuw een keer afspreken. Dan gaan we gewoon nog een keer buiten rijden. En dan gaan we het wel filmen. Want jij zei ook, je had een vriendin of zo, of een paard. Ja. En die was bang voor Appaloosas. Ja, die was bang voor het potje. Dat was heel zielig. Dus zei ze, misschien moeten we Marley ook even laten wennen aan Appaloosas. Alvast voordat hij er straks ook bang voor is. Maar goed, maar was er niet bang voor. Maar was echt super leuk toen. Dus toen dachten, nou, moeten we echt even een keer opnieuw doen. Dus vandaag is de dag. En ik twijfelde om mijn camera mee te nemen. Want op zich, het gaat wel. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed waarvoor ik hem nodig zou hebben. Want kijk, op het strand gisteren zou het op zich wel handig zijn geweest. Omdat je natuurlijk elkaar dan ook filmt. En nu was het met de telefoon. Maar nu is Alike er in het begin er ook bij. Dus die maakt ook beelden. Dus dan kunnen we dat denk ik wel gewoon gebruiken. Dus ik laat mijn camera gewoon in de auto. Ga mee, poepje. Ik neem mijn GoPro wel mee. Maar die heeft Alike dus nu nog eventjes vast. Die doe ik dan straks na de beelden op. Het is wel mooier natuurlijk voor de beelden. Dus ja, wij gaan lekker buiten rijden. Shed moving on, I'll be on my way if you want it.
You kept pushing on, but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life throws lemons, just call on me. Wij zijn terug bij de trailer. De paardjes zijn allebei afgezadeld. Zweetdekentje om. Heeft hij wel een beetje gezweet? Ja, amper. Een beetje bij zijn zadel. Maar... Oh ja, oké. Okay. Hier bij zijn niet. Maar hij is natuurlijk geschoren hier. Ja. Zo, maar alsnog. Mar heeft echt mega erg gezweet. Zijn haartjes zijn gewoon overeind. We moeten je even binnenkort weer scheren, hè? Ja. Kijk, hij zweet ook altijd bij zijn ogen. Oh. En bij zijn frontriem. Het is zo schattig. Ook. Met die van die wenkbrauwen. Hij heeft het ook. Je hebt ook wenkbrauwen. Ja, dat zie je niet echt, omdat hij spikt zich. Je hebt ook wenkbrauwen. Ja, hier heeft hij natuurlijk een dikke vacht, ja. Dus dan is het ook wel zo. Ja, poepje. Maar het was echt een superleuk buitenrit. We hebben eerst natuurlijk met Alike gefilmd. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar de clips. Dat hebben jullie als goed zo gezien. En daarna zijn we een rondje gegaan. Op een gegeven moment kwamen we echt op een heel gek pad. Toen dacht ik dat het het ruitpad was, maar dat was het blijkbaar niet. En toen gingen we echt vet hoog over... Een soort van bergen heen en super smalle paadjes en echt afgronden naast ons. Maar de paarden deden het zo goed. Dat was echt super lief. Ze gingen echt zo super goed uitkijken waar ze liepen. En ja, heel braaf zo een beetje voetje naar beneden toe. En echt tussen van die smalle stukjes door. Vriendjes, hè? Aardig tegen elkaar. Gaan we niet gillen? Nee, zo. Wow. Wat een toppers. Wat braaf. Super lief. Maar het was echt heel leuk. En toen hebben we even op het einde nog een galopje gedaan over de zandvlakse. Maar toen was dus weer mijn GoPro leeg, net zoals gisteren. Dus dat is een beetje irritant. Of het ligt echt aan het weer, of ik moet echt een nieuwe accu kopen. Want dit is wel echt een beetje irritant. Maar goed, we hebben sowieso natuurlijk leuke tips van Alike. Dus we gaan denk ik paardjes inladen en naar huis toe. Oké, jongens, what the fuck. Ik had dus net bijna een auto-ongeluk. Het was echt doodeng. Het was deels mijn eigen schuld. Vooral vind ik natuurlijk grotendeels schuld van de ander. Ik reed namelijk... Het bospad uit, zeg maar, met waar dat bospad, ja, het bospad, gewoon een onverhard pad die naar de parkeerplaats toe ging. Die reed uit naar de grote weg en daar rijden ze 80. En
ja, ik moest rechtsaf. Dus ik hoef zeg maar niet naar de andere kant van de baan. En dus ik keek eerst links. En er kwam dus niemand aan. En toen ging ik dus alvast soort van de weg op. Want ja, er komt niemand links aan. Dus je, in principe heb je vrij. Je bent vrij om dan rechtsaf te gaan slaan als natuurlijk niemand aankomt. Alleen toen keek ik dus rechts. Het was gewoon een soort van een beetje half de weg opgereden. En toen in één keer was er dus iemand. Iemand in aan het halen, dus die reed op mijn baan. En natuurlijk gewoon met 80, 90 km per uur. Dus ik moest vol op mijn rem. Ik reed gelukkig nog niet zo hard. Dat was niet super erg. Dus ik vol op mijn toeter gelijk. Verdomme. Bijna auto een ongeluk gehad. Terwijl ik met die trailer erachter zit. Nou, het was wel gelukkig dan de voorkant van mijn auto geweest. Nou, als die tegen me aan was geknald, was ik wel echt tot los geweest. Dus dat zou wel echt heel naar zijn. Maar was echt wel denk, dat ik weer echt denk, waarom ga je inhalen op een punt waar iemand eruit kan komen, onoverzichtelijk punt, weet je wel. Dus dat was echt wel weer heel stom. Kijk, het was natuurlijk mijn schuld dat ik niet eerst echt goed naar rechts keek om te gaan. Volgens mij moet je wel officieel eerst links-rechts kijken. In principe rechts hoort vrij te zijn, tenzij dus iemand inhaalt. Maar ja, wie gaat er inhalen op een punt dat niet overzichtelijk is? Dus ja, het scheelde echt vrij weinig. Het was gelukkig een kleine auto, dus ik kon heel snel nog zo tussendoor. Maar goed, dat is weer... Weer eentje waarom ik soms, dan wil ik eigenlijk graag een dashcam hebben op mijn auto. Want ik maak eigenlijk best wel vaak zo dit soort dingen mee. Dan, ten eerste, het is handig voor de verzekering. We zijn toevallig vlakbij hier gereden. Maar ik heb hier laatst een ongeluk dus gehad. En als ik toen een dashcam heb gehad, wordt waarschijnlijk heel veel gezeur geschilderd bij de verzekering. Daar vertel ik straks trouwens, want ik moet nog naar de garage daarvoor toch ook straks. Maar ook gewoon dat ik echt soms gekke dingen op de weg meemaak. En denk, oh, dat zou ik echt op camera willen hebben. Maar goed, zo'n dashcam hoeft ook helemaal niet veel geld te kosten. Maar het is natuurlijk gewoon weer, ah, moet je weer kopen, moet je weer hier installeren. En dan moet je het ook weer aanzetten en zo. Dus ja, allemaal veel te veel moeite. Maar goed, ik ben bijna op stal. Ik heb Marley lekker op de wei gezet. Die heb ik gewoon gelijk te rollen in de modder. En ik heb de stallen allebei uitgemest. Trailer heb ik niet uitgehaald, daar heb ik geen zin in. Dat doe ik morgen wel. Ik heb al de trailer uitgemest. En ik heb, ja, kast op slot gedaan. En ik ga, ik ben helemaal aan het glibberen en glijden. In de modder hier zo. En ik ga eventjes nog langs Oltje. Even gedachten zeggen. Hij is vandaag lekker vrij. Morgen komt Carmen. Dus dan gaan we denk ik met Oltje al wat doen. Oh, en hij ziet me. Oh, het is toch schattig. En hij is nog steeds schoon, jongens. Het is een wonder. Gewoon 2 dagen op rij is hij schoon. Dat hij niet in de modder rolt. Dat ik hem niet als een varken eruit haal. En hij komt op me aflopen. Popje. En net deed Marley echt weer iets heel gemeens. Hij was natuurlijk laatst dat ze zichzelf losgetrokken na dat scheren. Nou, dat deed hij dus van net toen ik hem ging inladen op de trailer bij die parkeerplaats bij het bos. Hi liefje. Hey knapperd. Ik heb een stoepje voor je. Oh, alle twee tegelijk? Ik dacht 1 voor 1, maar oké. Okay. Alle twee tegelijk dan. Maar toen wilde ik hem in de trailer doen. En ik denk dat hij geen zin had om weg te gaan. Dus toen draaide hij zich om en toen begon hij te draven. En toen was hij los. Alleen het voordeel daar soort van is... Dat hij dan gewoon op zoek gaat naar eten. Want hij weet daar de weg niet. Dus dan gaat hij op een gegeven moment stilstaan. Dus op een gegeven moment stond hij ook stil. Kon hem gewoon pakken. Kijk, hier zo rent hij natuurlijk helemaal terug naar stal dan. Dus ja, ik denk dat Mar ook een beetje in zijn puberteit is. In zijn 6e puberteit of zo. Dat hij misschien neemt hij een beetje van jou over. Hè? Want jij bent ook zo'n lekker puur monster, hè? Ja. Hé, hey, hallo. Wat een gezelligheid. Hè? Nee, ik heb niet meer stoepjes, schatje. Ik heb je echt niet meer. Nee, zit ook echt niet in mijn zak. Dus Mar is ook lekker bezig. Hè? Heb je met paarden. De ene keer zijn ze heel lief. En de andere keer niet. Wat zie je nou boos te doen? Nog geen stoep heb. Ja, dat is die situatie. Kusjes. Nou, ik ga lekker naar huis toe. Nee, je moet eerst nog langs de garage rijden. Ik ben aangekomen bij huis. En ik was dus net bij de garage. Omdat zij... natuurlijk begin mei heb ik toen dat ongeluk gehad. Toen heb ik die aanrijding gehad. En die schade is toen afgehandeld. Kijk, ik klapte achterop. Maar nou, de situatie was gewoon zo dat ik vond dat ik niet schuldig was. Uiteindelijk heeft de verzekering mij voor de helft gelijk gegeven. Dus ik heb voor de helft zijn bedrag moeten betalen. En ik moet natuurlijk mijn eigen bedrag betalen. En dat doe ik zelf betalen. Omdat als ik het via de verzekering doe, dan gaat het me veel meer geld kosten dan als ik het gewoon zelf betaal. Ook gaat het alsnog echt. Ik heb nu al €1300 betaald aan die auto van die man. En waarschijnlijk gaat mijn schade ook iets van €1000 kosten. Dus ik ben echt zo arm de komende tijd. Maar dit is mijn schade, zeg maar. Ik heb toen het ongeluk gehad en mijn kenteken had echt een gat hier zitten. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar toen heeft mijn vader en met Bas, dat heb ik volgens mij toen ook nog gefilmd of op Insta gezet of zo. Het heeft toen mijn kenteken recht getrokken en heeft gewoon zo erop gehamerd zodat het een beetje te goed was. En het zit dus allemaal met tire-upjes vast. Maar het lijkt dus allemaal niet zo heel erg.
Alleen als je hier misschien naar... Ja, ik weet niet of je het kan zien. Naar mijn... naar dit zeg maar kijkt. Dit zeg maar, dit geheel is naar achter geschoven. Dus dit is... Ja, valt er net overheen. Dat staat niet helemaal goed aan. En dat is dus ook allemaal nog niet het ergste. Alleen achter mijn kenteken zeg maar zit je stalen frame van je auto. En daar zit dus ook een barst in. Omdat ja, daar zo mee tegen die andere auto is geknald. En dat moet gelast worden en zo. Dus dat is hetgene wat het waarschijnlijk duur maakt. Dus ik moet volgende week dus mijn auto daarvoor brengen. Maar ik moest sowieso mijn auto brengen voor APK. Dus ik dacht, doe ik dat ook gelijk. En dan moet ik hem dus volgende week brengen. Ben ik waarschijnlijk 2-3 dagen kwijt. Maar op zich niet zo erg, want ik heb Sjoerdse auto natuurlijk hier zo. Alleen hij moest eventjes weten met... Hoe het er ook weer uitzag. Want de laatste keer dat hij mijn auto zeg maar, daarop heeft gekeken was het mei. Omdat toen dat ongeluk was gebeurd. Dan kunnen ze alvast even de dingen bestellen die ze nodig hebben. Zeg maar. Dus ik ben thuis aangekomen. Zit allemaal bouwvakkers me aan te kijken. Dus ik ga snel naar binnen toe. Het is 7:45 en ik sta op het punt om uit huis te gaan. Want ik ga naar Julia toe. En dan gaan we even met Esra samen volgens mij wat drankjes doen. En dan gaan we daarna uit in Arnhem. Ja, dit is wat ik aan heb. Niet meer even zonder. Volgens mij had ik het laatst ook al een keer aan. Ik heb eigenlijk nog een zwart rokje en die ben ik kwijt. Ik kan hem niet vinden. Dus ik hoop dat hij nog ergens misschien in een doos zit of zo. Maar volgens mij heb ik al mijn dozen uitgepakt waar kleding in zaten. Misschien ligt hij bij mijn moeder thuis, ik weet het niet. Ik hoop dat ik hem nog vind, want het is echt wel een fijn rokje. Ik ben eigenlijk nooit echt van het rokjes dragen. Ik heb letterlijk denk ik al 15 jaar geen rokjes meer gedragen tot aan Spanje. Want al die meiden van YouTube weekje, die droegen wel rokjes. En toen dacht ik, nou ga het gewoon proberen. En toen hebben we dit rokje, heeft toen Dana en Suzanne hebben die in het roze gekocht. Zelfs dan probeer ik het wel gewoon. En eigenlijk zit het op zich best chill. En rokjes zijn natuurlijk tegenwoordig ook best wel van in. Dus het is niet echt meer, zeg maar toen in mijn tijd. In mijn tijd, zo oud ben ik nog niet. Droeg eigenlijk niemand een rokje. Want eigenlijk iedereen droeg gewoon broeken. Dus toen stuurde Sjoe een foto dat ze aan had. Dat ze een rokje aan had. Dacht ik, nou dan doe ik het ook maar gewoon. Dus ik heb mijn spullen ingepakt. En ik blijf even vanavond slapen. En dan moet ik morgenochtend weer teruggaan. En ik word weer gebeld. Door Sjoe. Oh, door Sterren. Hey. Wow, ik krijg tegelijkertijd, wacht even, ik krijg tegelijkertijd een ander telefoonnummer. Dit is heel raar. Hey, ja, ik sta net op het punt om uit huis te gaan, uit de deur te gaan. Maar ik ben toevallig nu aan het vloggen, dus zeg even hoi tegen de camera. Hoi! Zo random. Ik dacht echt van, dat degene zeg maar ging bellen die, waar ik nu naartoe ga. Dus ik dacht van, oh ze belt nu. En toen denk ik, huh, Sterren belt mij. Vet ging. Dus dat. Hoe is het? Ja, wel goed. Met jou? Mooi. Ja, wel redelijk. Ik ben vanochtend van de scooter afgenomen. Sukkel. Hallo, je hebt nu je rijbewijs. Je moet auto rijden. Of ben je bent nog geen 18? Ja, je bent wel 18, toch? Kan ik maandag ophalen. Oh, oké. Oké, oké. Maar ik had even een vraag aan jou. Ja, oké. Hij is wel tweedehands natuurlijk. Ja, is het interessant? Bij, het is nu 10:30, en dat is super vroeg. Het ziet er stom dan. Sorry. En Esra zit beneden. En wij. Knip dit uit. En wij gaan straks weg. En bij deze gaan we gewoon de video alvast afsluiten. Hou ze vol. Nou, de video alvast afsluiten, want ja, ik neem natuurlijk de camera niet mee als we uitgaan. Dus bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik kan me niet eens meer herinneren wat ik vandaag gedaan heb. Ik heb ook vandaag buiten gereden. Dat was leuk. Ja, leuk is leuk. Fijn is die, hè? Ja. Of niet? Ik heb ook Kiko. Ja, ik vind hem oké. Ik heb niet zoveel verstand van make-up. Dus, ja. We zien jullie morgen. Bye!